In Rotterdam-West wordt op 2 juni gewerkt aan de tramsporen tussen de Westkruiskade en de Maatenesserdijk. Tot en met 12 april wordt gewerkt rond de Heemraadsingel. Dan is er geen tramverkeer mogelijk tussen het Middellandplein en het Maatenesserplein. Tramlijnen 21, 23 en 24 rijden een omleidingsroute. Het verkeer richting de Schravendijkwal rijdt om via de Maatenesserlaan en de Klaas de Vriezelaan. In de richting van het Marconiplein kun je langs het werk rijden. Op de Heemraadsingel wordt het eenrichtingsverkeer opgeheven. Kijk voor meer informatie op rotterdamonderweg.nl/middellandstraat.